De plechtige opening van de compositie The Treaty of Utrecht van Peter van Onna, de Nederlandse componist. Dit gedeelte heette de Ceremonial en dat kon u horen aan de plechtige klanken ook in het koper. De compositie is speciaal geschreven voor de 300ste verjaardag van het Verdrag van Utrecht dat gesloten werd op 11 april 1713. Kijk, daar komt hij het podium op. Peter van Onna, om het applaus in ontvangst te nemen, krijgt een handje van de dirigent van vanavond. Maar dat is Thomas Zeertmaier, die hier de leden van de Radiokamer Philharmonie dirigeerde. De bloemen komen er ook bij. En daar zal hij zeer blij mee zijn. Peter van Onna. Ja, zoals ik al eerder zei, het stuk is integraal gegaan tijdens de Vrijdag van Vredenburg van 11 januari jongsleden. En een herhaling daarvan kunt u vanavond, later op deze avond, na de registratie hier beluisteren. Dus dat zal zijn rond 10:15.